Toen ik met mijn team opstartte en zag dat Monaco op het programma stond, had ik meteen eigenlijk helemaal geen zin meer om deze video überhaupt nog te maken. Mij kennende gaat dat natuurlijk helemaal niks worden en we crashen aan de lopende band. Althans, ik dacht, laat ik gewoon even wat video's gaan bekijken online om te checken hoe de pro's het doen, wat tutorials om te kijken hoe je crashes kunt voorkomen en hoe je deze baan gewoon kunt nailen. En toen stuitte ik hierop. It's lights out and away we go! Blokkerende wielen daar. De Red Bulls zijn niet erg lekker wekker. Legt zo lekker weg. Wow, 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 wow. Ja, hier kan ik wel wat mee. Wat is dit nou? Ik word toch gecrashed? Ja. Dit vind ik wel om te lachen. Maar voordat we daadwerkelijk de baan op gaan hier in Monaco. Hoi, wie ben je en wat doe je hier? Met deze keer oprecht een journalistiek goede vraag. Want hiermee wordt de rivaliteit tussen mij en Yuki officieel een feit. Dat was het natuurlijk al naar de vorige keer. Maar in ieder geval, nu weet B het ook, weet je wel, voor de schoolkrant. Wie ben je en wat doe je hier? Ik ben voor mij de enige die dat super grappig vindt. Maar ik kan dit echt 10 keer luisteren. Ik vind het nog steeds leuk. Als tandarts ziet Jack steeds meer patiënten met dementie. Hoi, wie ben je en wat doe je hier? Om voor dit soort zaken aandacht te vragen, praat hij mee als ledenraadslid van de KNMT. Deze meneer is ook van tv. Ja, klopt. In ieder geval, zoals je ziet, staan er nog 10 van de 22 rijders op 0 punten na de eerste 2 races van het seizoen. Waaronder Yuki en ik. En ik ben benieuwd of we daar deze video verandering in kunnen gaan brengen. En ik zal je zeggen, ik heb echt even veel tijd gespendeerd aan het onder de knie krijgen van deze baan. Dat ging vorig jaar in F1 2020 helemaal mis. Maar op een gegeven moment kan ik hem nagenoeg rondenlang foutloos doen met goede tijden in de vrije trainingen. En toen dacht ik ben nu ready voor Q1. En je ziet zojuist hier mijn eerste run eindigen en ik zet een 1, 11, 8, 8, ja, om dit naar 7 af te ronden is wel heel optimistisch. En dat brengt mij voor nu op P11. P16 is natuurlijk maar wat je nodig hebt om door te gaan naar Q2, maar een tijdsverbetering in je tweede run kan natuurlijk nooit kwaad. Alhoewel dat wel lastig gaat worden als je niet van banden set wisselt. Ik rij hier op dezelfde set naar buiten als in mijn eerste run. Nou moet ik zeggen dat ik niet weet of dit en vervolgens ook dit ermee te maken heeft. Niet erg lekker wekker. Met alle geluk van de wereld breekt mijn wielophanging hier niet af en is de sessie niet ten einde. Want een tijdsverbetering had er op die oude set toch niet in gezeten. Maar ja, dit is dus precies wat ik dus niet wil hier op Monaco. Gaan we dan nog wel door naar Q2? Het antwoord is ja, als 11e. Niemand onder me wist zijn of haar tijd te verbeteren tot een betere tijd dan die van mij. Maar Q2 begint vervolgens dan weer niet al te best met een 1.12.5. Dat is 17e langzamer dan mijn eerste poging in Q1. En ja, deze keer zat er wel nieuwe banden op. En dan brengen we dus niet verder dan een P14. Dus er moet nog wel even wat gebeuren in die tweede en beslissende run in Q2. En ja, ik ging te laat naar buiten, lieve mensen. En niet alleen mijn uploads komen altijd te laat hier, mensen ook mee. Die P14 blijft staan en dat is dus 4 posities verwijderd van de punten. En in Monaco kun je niet goed inhalen natuurlijk. En dat ziet er niet heel hoopvol uit om je punten te gaan scoren. Althans, als we even een kijkje nemen naar de definitieve startgrid. Nu de race over enkele minuten start, willen we weten hoe het er beneden uitziet. Is het de quote van Wilfred Gené? Zien we daar dat ten eerste Bottas en Hamilton precies dezelfde tijd hebben neergezet. Oprecht heel bizar. Degene die zijn tijd dan als eerste heeft neergezet mag op pole position starten daadwerkelijk. En dat is in dit geval natuurlijk dan Hamilton geweest. Het is zelfs zo'n keer geweest in de geschiedenis van de Formule 1 dat 3 dezelfde rijders precies dezelfde tijd neer hadden gezet. 1, 2, 3, yes. Derde plaats. En Schumacher zit in de mangel. Nee! Ik word gek! Dit geloof je toch niet? Dezelfde tijd. Gewoon dezelfde tijd. Er zijn 3 man hier. 1 Villeneuve, 2 Schumacher, 3 Frenzen. Allemaal met dezelfde tijd. Besef ook dat dit de laatste race van het seizoen was waarin Schumacher 1 punt voor stond op zijn concurrent Villeneuve. Maar toen Schumacher de race en het kampioenschap dreigde te verliezen, deed hij natuurlijk dit. Nu 7e. Daar is de aanval van Villeneuve. Er is er bijna voorbij. Oh, Schumacher! U ziet hem insturen. That's it! Hij vernaaide hier niet alleen mee zijn eigen race, maar werd ook officieel gedisqualificeerd uit het klassement. Dus ook die tweede plek heeft hij nooit behaald, weet je wel. Andere tijden sport. Hoe spannend eigenlijk was dit, weet je wel? Goed, zo spannend gaat het vandaag hier niet worden op Monaco. Maar Max Verstappen zit hier vervolgens wel weer maar 2000ste achter ook. 3 rijders binnen 2000ste van een seconde. Nou, dat belooft wat vandaag. Maar als we even wat verder naar beneden. Hoe het er beneden uitziet. Ja, precies inderdaad. Maar als je dat inspreekt, dan moet je er ook gewoon lachen, Olaf, of niet? Willen we weten hoe het er beneden uitziet. Maar als we oprecht even wat verder naar beneden gaan kijken, dan zien we dat FIFA-losophy hemzelf op de 11e positie mag beginnen vandaag. Want Vettel heeft een grid-penalty van 5 posities. Leclerc eentje van 10 posities. 10 in de derde race. Nou ja, je weet wat er kan gebeuren als je het risico neemt en niet je versnellingsbak vervangt. No. No. No.
En ook Ocon valt 5 plaatsen terug door een straf. En start het met die mediums vanaf de 11e positie. Dan biedt dat natuurlijk alle kansen om hier gewoon de punten in te rijden vandaag. Alhoewel, in Monaco gaat toch niemand 2 stops maken. En kun je best op softs beginnen en dan gewoon even je pace wat laten droppen. Want ingehaald kan het toch niet worden. Maar dat gaan we vanzelf zien. Hoe dit uit gaat pakken in deze race. Ik begin gewoon op de mediums. En ga hem uitrijden op de hards vervolgens. Bizar trouwens ook dat Vettel een grip in hij heeft. Want daar had hij nog wat over gezegd in zijn eerste interview toen hij bij Aston Martin kwam. Dat je dat... Nou, ik kan het beter gewoon het clipje even laten zien wat hij er precies over zei. Hij zei namelijk dit. It's a challenging time coming up, but it's equally very exciting to try and build something and, you know, Nee, dit is niet waar. Dit is niet waar. Ik moet eerlijk toegeven dat Vettel eigenlijk helemaal geen leuke quote had ik wil. Je bent niet leuk. Goed, dan zijn we eindelijk klaar voor de start van de race hier in Monaco. En zoals je ziet, Alonso is aan het pitten. Gasly is wel goed weg aan de linkerkant. Maar wordt gehinderd door Stroll, die daardoor een gat laat vallen aan de rechterkant. En baf! We pakken 3 plekken bij de start van de Grand Prix van Monaco. Dit is uiterst onrealistisch, maar het is toch juist toch wel echt gebeurd. En binnen enkele bochten rijden we gewoon in de punten. Hier nog 1 keer vanaf de auto van Alonso. Die is natuurlijk oud en wel gewoon echt heel erg laat weg. Dank u, de koekoek. Het zal vast de leeftijd zijn die snel starten op Monaco enigszins lastig zal maken. Goed, ik ga niet haten op Alonso trouwens. Hij is een absolute goat. En vanaf dat moment weet je dat als je geen super grote fouten maakt, je eigenlijk niet ingehaald kan worden hier. En daarom rijd ik tot ronde 6 gewoon lekker op die 8e positie. Het gat naar voren met Lando wordt wel steeds groter, tot een seconde of 6, 7. Alleen wat je dan ziet gebeuren, we're slowly gaining on the car in front, is dat die softs echt hun snelheid gaan verliezen. En ik kan op die mediums gewoon lekker door blijven stampen. Die zijn nog niet op. En ik win gewoon een seconde per rondje op Norris voor me, maar ook op Stroll achter me, waarop ik aan het uitlopen ben. You're pulling out a second lap on the car behind. En uiteindelijk in de 12e ronde van de race duiken de eerste, ja, leiders van de wedstrijd naar binnen en beland ik op positie 4. Inmiddels op de start van Norris, hè. Eerst loopt hij 6, 7 seconden uit, dan win je ze gewoon weer terug. En die wordt op een keer zo traag, dat gaat echt nog maar net goed. Hij gaat zo slom die bocht in, hij is helemaal kwijt, die banden. Dus hij pit ook vervolgens. Hij heeft me uiteindelijk ook niet echt opgehouden, gaat net op tijd naar binnen. En dan lig ik gewoon derde, met Hamilton echt vlak achter me. En helemaal vooraan naar de Vettel rijden nog Bottas en Verstappen. En ja, zoals bekend, in Monaco kun je gewoon niet inhalen, totdat je een echte, echte fout maakt. En die gaat hier uiteindelijk toch wel komen. 4 rondes lang kon ik hem achter me houden, maar hier glipt Hamilton er dan toch uiteindelijk voorbij. En ik merk ook dat de mediums hier snelheid aan het verliezen waren. Want 1 ronde later maak ik diezelfde fout. De grip was gewoon hier weg. En ik had eigenlijk beter moeten weten door gewoon wel gewoon op die racelijn te blijven. Want dan kunnen ze niet langs glippen. Maar in ieder geval Perez weet er voorbij te vliegen. We raceden ook niet echt tegen Hamilton en Perez. Want ja, die waren toch veel sneller. En uiteindelijk gingen we die positie toch wel verliezen. Maar wat wel echt een probleem is, is dat ik vlak na deze inhaalactie van Perez een fout maak. En toch wel aardig hard in aanraking kom hier met de muur. En ik voelde het meteen. Dit is gewoon niet al te best. De schade was best aanzienlijk. En ik ga hier zeker rondetijd door verliezen. Het voordeel was wel dat ik precies in ronde 18 zat. De ronde waarin de pitstop van de mediums naar de hards gepland stond. En ik dacht, laat ik gewoon maar meteen een nieuwe vleugel erop zetten dan. Dat is me op dit moment die 8 seconden wel waard die ik hiermee inlever. Op de lange termijn moet dat wel gewoon gaan lonen. Ik was wel overigens te laat met het aangeven dat ik een nieuwe vleugel wilde. Maar hij stond nog op automatisch. Maar gelukkig voelde de game. En ik, die voelen elkaar aan, weet je wel. We wilden gewoon een nieuwe vleugel. Wat gaat ons die lange pitstop dan kosten? Nou, bij het uitkomen van de pitstraat vliegen ons hier 3 auto's in een treintje voorbij, waarvan Stroll de achterste is. En dat is dan wel weer zuur, want die positie zijn we wel echt officieel kwijt. Hij heeft ons in weten te halen door de slome stop en door eerder te gaan pitten. Maar zoals je ziet gaat het niet heel snel, omdat Schumacher de voorste is in dat treintje. En die heeft die Haas pace en die is niet al de best. En ik dacht, van deze mogelijkheid moeten we eigenlijk toch wel gebruik kunnen maken. In de hairpin, de allertraagste bocht van de hele kalender. Dankjewel Schumacher voor het ophouden van Stroll, die eigenlijk natuurlijk veel sneller is dan ik. Op deze manier pakken we hem weer terug. Wat is die AI dan traag? Vooral die hairpin, dat zie je heel vaak terug. En het mooie is, dit was de positie, de inhaalactie die er echt toe deed. Want Ocon duikt naar binnen in diezelfde ronde nog. Dus ook die positie winnen we weer eenvoudig terug. En dan lijk ik op koers te liggen om gewoon weer uit te komen op die 8e positie waar het allemaal begon. Voor het pitstopcircus. Maar plotseling is daar ineens Gasly, die uit de pitstraat komt rijden. Die op de mediums op P10 begon en die we meteen inhaalden bij de start. Hij is een beetje uit mijn zicht gebleven die hele race. Maar heeft toch een goede overcut gepleegd hier en haalt mij dus weer in. Schumacher gaat dan ook naar binnen en dan is de vraag, kunnen we achter Gasly blijven? Kunnen we zijn pace volgen en uiteindelijk dan eventueel toch nog op een gegeven moment toe? Gap ahead is 8.0 seconds. Ja, vanaf dit punt wordt de race echt een chaos. Ik heb gewoon niet echt de pace op die harde banden. Ook niet met de goede voorvleugel en alle mensen achter me kunnen eigenlijk in een treintje weer gaan aansluiten. En de mensen voor me lopen heel ver uit in korte tijd. En dat duurt zo een beetje voort. Maar in principe is dat natuurlijk helemaal nog geen probleem.
probleem. Ze mogen een super lange trein achter me maken, maar inhalen doen ze toch niet, want het is gewoon lastig hier. En we rijden natuurlijk nog steeds gewoon in de punten. Dus wat mij betreft kan het gewoon lekker zo doorgaan. Een goede prestatie zou het zijn, weten we dit vast te houden. Maar hier in ronde 28, 10 rondjes voor het einde, gaat het wel echt mis in bocht 3. Je hebt me al vaker fouten zien maken hier, oh. Ik ga te wijd, toucheer de muur. Stroll denkt ervan te profiteren en die rijdt op me in. Wat er vervolgens weer voor zorgt dat ik de muur echt wel fors raak aan de overkant weer. En ja, je ziet het al, zo'n gele voorvleugel. Ja, je weet het. Dat is niet al te best. Heb ik even pech vandaag? Met zo'n vleugel kun je natuurlijk eigenlijk gewoon beter een pitstop maken. Iets wat Stroll meteen na als incidentje blijven ze sluiten gaan doen. Maar als ik hem volg, dan weet ik zeker dat ik deze race geen punten ga halen. En na twee racen punteloos in het nieuwe seizoen ga ik liever strijdend ten onder. Maar pitten doen we vandaag niet meer, mensen. Iets wat sowieso niemand meer hoeft te doen op dit punt in de race. Iedereen met gezond verstand gaat natuurlijk voor een eenstopper in Monaco. Maar de situatie is nu zo dat degene voor mij zo ongelooflijk ver voor mij liggen. En wat helemaal chaos veroorzaakt, zijn die blauwe vlaggen. De leiders in de wedstrijd moeten door het treintje wat achter me zit gewoon 5 tot 10 auto's die achter elkaar rijden, leppen. En dat zorgt gewoon voor chaos, ook bij de AI. Die zijn niet de allerslimste. Je ziet dat ze hier achter me in de laatste paar bochten van de baan eindelijk Hamilton en Perez voorbij lijken te laten. Iets wat ik aan het einde van het rechte stuk wil doen. En daar verslik ik me nog bijna in. Ik rem echt veel te laat en het gaat hier nog maar net goed. Totdat. Okay, watch your pace. We've been informed that the safety car is out. There appears to have been an issue with multiple stopped vehicles on the track. Oeh, dat klinkt niet al te best. En eigenlijk best wel vrij gevaarlijk hier op Monaco met al die blinde bochten. Wat zou er dan precies gebeurd kunnen zijn? Nou, dat gaan we hier even checken vanaf de auto van Leclerc. Die voor zich Stroll en ook die mooie paarse aubergine heeft rijden. En Leclerc denkt dan, dit is het moment om de leiders in de wedstrijd ervoor bij te laten gaan. Ik ga die blauwe vlaggen niet verder negeren. Nou, dat gebeurt nog redelijk netjes. Ze zoeven hier binnendoor totdat dit moment. Leclerc denkt dat hij niet die bocht kan maken of zo. En gaat midden op de baan een hele gevaarlijke soort van blinde bocht wel staan steken om die hoek te kunnen maken. Ik ben benieuwd hoe dat eruit zag vanaf de auto van Raikkonen die vlak achter hem zat. Nou, dat gebeurt dus hier. Leclerc gaat daar de bocht door en gaat uit het niets gaat hij lopen steken. Het lijkt wel een vrouw die aan het inparkeren is. Sorry dat ik het zeg. En oh, dit is echt te debiel voor woorden. Ocon en ook een McLaren. Ik denk dat dat Norris is. Gaan met z'n allen hier staan steken. Het is ongelofelijk. Maar wat er achter ook nog gebeurt. Het is hier George Russell waar we meekijken. Die ziet dat gebeuren. Die denkt van, wat gebeurt hier? Moet ik nou remmen? Pof, wordt ook nog tegen zijn kontje getikt. De stukken voorvleugel vliegen je om de oren hier. Wiens schuld is dat dan? Nou, het is hier Ricciardo die hier ook de bocht gaat naderen. En die rent in principe op tijd. Tot ik denk, ik versnel nog even omdat ik er wel omheen kan rijden. Wat in principe helemaal niet zo'n hele gekke gedachte is. Het is best wel makkelijk in de actie eigenlijk. Master of Breaking Lay. Daar is hij, dames en heren, Daniel Ricciardo. Of is er dan toch nog iemand die hem gewoon in zijn rug heeft gepeerd? Nou, het antwoord daarop is, volgens mij nee. Ja, ik weet niet wat ik hier zie. De AI is zo debiel soms. Inmiddels liggen we dan nog steeds op de 10e positie in de punten gewoon nog steeds, mensen. En er zijn nog maar 6 ronden te gaan. En het voordeel van die safety car is, we gaan nu minder rondes op race snelheid rijden. Dus minder rondes dat ik het kan verneuken nog maar. De race wordt zo alleen maar, die valt gewoon in mijn handen. Ik twijfel er nog even om naar binnen te gaan, maar dat besluit ik uiteindelijk niet te doen. Ik voel het, het kan gewoon op deze manier nog. Het gat naar voren is trouwens echt pijnlijk groot. Ricciardo moet gewoon een pitstop maken naar wat daar gebeurde in die chaotische bocht, weet je wel. En ik merk daar gewoon helemaal niks, want in de verste vet heb ik geen idee dat dat aan de hand is. Maar goed, safety car dus. En dan krijgen we tijdens die safety car ineens een melding dat ook Ocon uit de sessie is. En die is dus op een of andere manier toch gecrashed. Of heeft hij dan mechanische problemen? Is er nog wat geks gebeurd in die bocht? Is hij helemaal stil gaan staan? Wat is daar gebeurd? Is hij misschien wel gedisqualificeerd? Nou, dat gaan we dus even checken vanaf zijn auto. Hij komt hier door bocht 1, Sand, die vote en trekt dan op. En ziet daar de safety car waar die vervolgens vol tegenaan popt. Einde race voor Esteban Ocon. Wat hier toch weer gebeurt, mensen. Dit spel, die AI, het is ongekend. De safety car gaat ongedeerd verder. Toen ik dit voor het eerst zag, ik kwam niet meer bij. Ik wist niet dat dit kon. Dit slaat helemaal nergens op. Dit geloof je toch niet? Op dat moment reed Ocon wel achter mij. Dus het is niet zo dat we hiermee een gratis positie winnen. Maar dat doen we wel met een uitvoerbeurt van Norris. Die zet hem gewoon aan de zijkant neer. Mechanische problemen. En daarom schuiven we gewoon op van die 10e positie naar de 9e plek hier achter de safety car. Okay, let's get ready to go racing again. Die inderdaad naar binnen gaat aan het begin van ronde 36. En dus hoeven we nog maar 4 rondjes te overleven eigenlijk. Om deze 2 punten binnen te slepen. En het enige wat ik eigenlijk nog hoef te doen is zorgen dat ik op tijd de mensen met blauwe vlaggen voorbij laat. Dat is hier en daar nog wel
lastig. Hier gaan 3 mensen mij voorbij. En dat betekent dat alleen Sainz mij nog niet gelapt heeft. Als hij dat ook nog voor elkaar had gekregen, dan zat er tussen de nummer 8 en de nummer 9 een volledige ronde. Meer dan een volledige ronde. Deze race is echt een chaos, mensen. Maar uiteindelijk weet ik het te overleven en te finishen als 9e. En daarmee slepen we onze eerste 2 punten van het seizoen binnen. Het is hier gebeurd, dames en heren. Op Monaco. Echt een prestatie voor formaat. Ik had de pace niet. Op een normale baan had ik zeker niet 9e gebleven. Dus het is echt een uitzondering dat we hier punten pakken. Maar ik hoop alsnog dat jullie hem wel leuk vonden, mensen. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie weer bij de volgende Grand Prix. Well done, Valtteri. Fuck yeah!